Naomi Hoefer, Senoan Berecht Jimmy, die journaliste die hier was, en die Kees van haar dochter, Valencia. En Naomi Hoefer, Taimi, wat ze meemaakt. Ik zeg meemaakt, want ze is er nog niet uit. En ze heeft me gevraagd, Cliff, kan je me de ruimte geven om mijn verhaal te vertellen aan de wereld via die Isrivaya? En ik heb gezegd, als je dat hebt meegemaakt, is het een overbodige vraag. Je moet me niet eens vragen, je moet me zeggen, Cliff, ik kom. En heb ik maar één ding te doen. Ik moet je de ruimte geven. En dat hebben we gedaan. En ik ben blij om te vernemen. Daarom heb ik gezegd, u moet geïnformeerd worden. Als we iets hebben gebracht, moet er een update zijn. Ik ben blij om te vernemen, mensen, dat er een dat heb ik alles gezegd. Ik heb er vandaag weer gesproken. En ze heeft aan mij verteld, in dat kort vraaggesprek, heeft ze me een update gegeven. Om te zien dat inderdaad Bagan Natori Abi invloed Jaina Kondre voor het geval je nog twijfelde. Laten we luisteren naar het kort vraaggesprek. Ik dacht 7 minuten precies. Met Naomi Hoefer. Ze is zometeen in beeld. Ik laat alvast dat gesprek lopen. Goedemiddag, welkom in Bagan Natori. Wat is de update? Is er beweging gekomen in de zaak na jouw verhaal verteld te hebben hier bij ons? Nou, ik zou zeggen, meer dan beweging. De volgende dag ben ik gebeld door de recherche van Gajersulei door majoor Bagwandin. En ik heb me aangemeld. Gisteren ben ik verhoord geworden voor de derde keer. Opnieuw verhoord geworden in een 4 uur lang verhoor. Ik heb het alles verklaard wat Valencia me heeft gezegd. En nu gaat de recherche personen rondom Valencia horen. De vader, mijn zus, waar ze voor het laatst was. Mijn moeder. Maar ik heb de mensen ook gezegd dat ja, mijn moeder, gezondheid is niet meer als 2 jaar toen. Maar ze zeggen ja, ze gaan kijken wat ze kunnen. En dan gaan ze ook proberen om met Valencia te praten. Voor zover ze die informatie kan verstrekken. Je klinkt opgelucht. Ja, omdat ik zie dat deze... rechercheur serieus bezig is, serieus wil werken aan een oplossing. Dus het stemt goed. Ja, hoe was het verhoor zelf? Ik denk misschien wilde ze nagaan als ik consistent ben in mijn verklaring. En hij heeft zelf gezien van ik ben consistent. Ik kon vergelijken met mijn verklaring die ik bij die rechercheur vorig jaar heb afgelegd, dat het op hetzelfde neerkwam. Dus hij heeft gezien dat ik consistent ben in mijn verklaring. Ja, maar hebben de mensen naar de radio geluisterd of hebben andere mensen jou in contact met de politie gebracht? Ik ga ervan uit dat meneer Bishop heeft geluisterd. Dus na de uitzending van jou ben ik heeft meneer Bishop in de middaguren contact met me gemaakt. Hij zei me dat de recherche me gaat contacten en dat is ook gebeurd. Toen heeft meneer majoor Bagwandin me gebeld, diezelfde middag, nadat ik in Bagan Natori ben verschenen, heeft majoor Bagwandin me gebeld. Van ja, mevrouw Hoefer, kunt u zich morgen? Dus gisteren heb ik me aangemeld bij de recherche. Ja, de politietopper, de heer Isaacs, heeft mij ook gezegd dat hij op de zaak zou gaan zitten, althans de instructies zou geven daartoe. Wat verwacht je zelf? Denk je dat na zoveel tijd de politie toch wel kan lukken? Trouwens, de politie is professioneel genoeg, hè? De tijd speelt geen rol. Maar wat zijn je verwachtingen? Ja, ik zal niet zeggen dat mijn verwachtingen hoog zijn, maar ik heb het vertrouwen in de politie dit keer. De wijze waarop ze de zaak serieus hebben opgepakt. Er is werk gemaakt, ik ben verhoord. Vandaag heeft meneer Bagwandin me nog gebeld om te vragen naar om mijn zus te verhoren. Dus om een dag te plannen, zodat hij mijn zus, mijn moeder en mijn dochter op 1 dag kan verhoren. En als alles goed zit, gaat dat zondag gebeuren. Dus je ziet dat de mensen serieus zijn. En nadat ik gisteren het verhoor heb afgelegd, heeft de hulpofficieren direct bekeken wat erin staat. Dus je ziet dat de mensen nu menend zijn om een oplossing te brengen in deze zaak. Na 2 jaar. Ja. Hoe gaat het met Valencia zelf? Ja,
Ja, en ze dat Valencia, ze kijkt nu, geef ik er geen medicatie meer, ongeveer al bijna 6 tot 7 maanden. En ze dat ze, het is wel in de rust, maar je ziet dat ze nog een beetje verwaard is. Maar Fafius Revi, vrouwtje. Ja, het lukt wel. Ik heb een beetje, ja, je ziet dat mijn voldoening een beetje op gang komt nadat ik mijn hart heb gelucht. Ik heb mijn hart echt gelucht in de uitzending bij jou, want ik zat er mee. En ik heb mijn hart kunnen luchten. Dat is, hoe zegt men, het is een pak van mijn hart geweest. Dat interview dat ik heb afgestaan aan jou is een pak van mijn hart geweest. Ik voel me voor een groot deel opgelucht. En nu daar ik zie dat de mensen menend zijn aan de zaak te werken, dan ja. Voelt maar, het goed aan. Maar los van de politie, heb je ook reacties, ondersteuning gehad, telefoontjes van mensen uit de samenleving, vrouwenorganisaties? Dat zou ik wel willen weten, weet je. Ik zou zeggen, ik heb heel veel reacties nadat ik in de uitzending bij u ben verschenen. Want toen had ik had geen internet overstraat, toen ik thuis ben aangekomen. De reacties waren overweldigend. Van alle lagen hebben mensen me gecontact. Er is een ding, advocaat of vrouwelijke advocaat, die persoon die dingen, die dame heeft me ook gecontact. Ze heeft me haar situatie uitgelegd met een zus. Verschillende mensen. Dus ik kan niet zeggen wat dat met me heeft gedaan. Dat zoveel mensen hebben gereageerd van ja, mevrouw, geef nu op dit of dat. Ze zaten ook in zo'n situatie. Mensen van de kerk van probeer dit, probeer de kerk. Culturele mensen van ja, nummers gegeven. Doet u dit, doet u dat, geeft u de hoop niet op. En het stemt goed. Het stemt echt goed. Ja, wat zeg je tegen alle andere mensen die in een soortgelijke situatie verkeren? Hè? Moeders die dus met de hand in het haar zitten. Ik neem aan dat de boodschap naar hun toe is, geef niet op, maar blijf vechten. Zeer zeker, je moet nooit opgeven, de hoop niet opgeven. En moed verzamelen. Verzamelen moet dat je op een punt komt om te zeggen, nee, ik hou het niet meer van mezelf. Ik deel het met mensen. Mensen die misschien me geroep kunnen aanhoren en misschien me kunnen leiden zodat ik tot de oplossing kom. En dat is in mijn geval gebeurd. Niet iedereen wist wat er speelde, dus misschien mijn directe omgeving. Ik heb gewerkt bij de waarheid, hun wisten het. Maar het was niet bekend. En nu daar ik heb gezegd, nee, ik ga praten. Dan zeg ik van, hey, er komen reacties van, pak het zo aan. Dus ik denk dat de oplossing in zich is, in zijn algemeenheid, in dat wat Valencia is overkomen, en ook in de toestand waarin Valencia verkeert. Ja. Dus okay. Het stemt goed. Dat is nice. De stap die ik heb gemaakt om hetgeen waarmee ik zit publiekelijk te maken, het is geen zomaar stap geweest. Ik zie dat er een oplossing in zicht is en het stemt goed. Ik zou zeggen, dankjewel, Bakan Natori. Ja, maar ook alle andere mensen. Ik zag, je hebt zingende boodschap gehad en zo. Dus al de mensen. Oh nee, dat was van tevoren. Dat was al dingen. Dat had ik gewoon voor Valencia genomen om erop te fleuren. Van nee, je bent niet alleen. Mama is er voor je. Mama zal er altijd voor je zijn. Had ik er een zingende boodschap gegeven van. Ja, dus dat was het. Ja. Maar je depressie is niet van invloed geweest op die andere kleine? Ja, niet echt. Maar alleen, ja, Manusha. Ja, Manusha heeft ook eronder geleden. Want Valencia, geen vreselijke keer. Maar het gaat beter. De huissituatie is een beetje veranderd. Want ik heb ook iets beneden bijgebouwd. Zodat ik apart met Manusha kan zijn. Valencia is apart boven waar ik eerder heb gewoond. Dus nu zijn we een beetje gescheiden. Zodat de rust terug kan keren in huis. En het lukt wel. Heel goed. Nice. Dat was Naomi Hoever. Maar onodoro ette. Maar na dit vraaggesprek, mensen, heeft ze me weer gebeld. En nu komt het. Zoek even een stoel. Hallo. Look for a chair. Hoe zou je dit moeten verklaren? Ik ga er bellen. En hopelijk kan ik er bereiken. De afspraak was dat ik 1 uur weer moest bellen. Telefoon, kom hier, man. Yo, Blackie. Dat is een zwarte telefoon, man. Daarom zei ik, yo, Blackie, kijk. Ugh.
laat me roepen, anders ga ik het zelf moeten zeggen. Zal van verie, dan kabel ik ook kronkeren. Naomi, tot Cliff. Ik heb je één uur niet meer kunnen bellen, want ik is een beetje druk. Dus ik heb een bericht voor je gestuurd, maar het is niet aangekomen. Dus ik ben nu live, dus vind je het erg als ik je live in die uitzending gooi? Oké, dan gaan we in de uitzending. Dan moet ik even snel weer je mooie foto zoeken om het te zetten. Oké, je moet er al staan. Want na dat gesprek, Naomi. Ja. Je bent al erin. Na de opname van ons gesprek, Naomi. Hallo? Ja, hallo. Hi. Na ons gesprek heb je me daarna een bericht gestuurd. En daar ben ik behoorlijk van geschrokken. Ja, ik ook, maar aan de ene kant zeg ik, Bigis Mataki, Anasem Desadri Wiri Fada Watra Eipori. Anasem Desadri Wiri Fada Watra Eipori. Jawel. Wat is gebeurd? Nou, de politie is bezig en ik kreeg van een van de mensen te horen dat de hoofdverdachte, zoals ik hem heb genoemd in dat interview, die Pier Edeman, die mijn meisje op de hoofd is geslagen. Helaas is hij te komen overlijden. Amman Dede? Ja, hij is overleden, ja. Wanneer? Recent, vorige week. Je radio is volgens mij te luid, of is het bij mij? Het goed kan, ik zet hem minder luid. Ai. Dus die Pier in de Kil waar het over had... Ja, de hoofdbewoner van die woning waar... De man waar je dus... Je bent naar het huis gegaan om te vragen... Is mijn meisje hier geweest? Ja. En hij heeft tegen je gezegd... I wasing. Ja, die meneer in kwestie. Hij is dood. Ja, hij is overleden, ja. Hoe is hij overleden? Ik heb vernomen... van de mensen die me dat hebben gezegd... Dat hij is ergens in water gevallen... En hij is niet tijdig ontdekt. Is met een water. Gevolg. Oeps. Maar dat maakt jou natuurlijk niet blij. Het maakt me niet blij, maar toen ik daar ben gegaan, heb ik die mannen ook gezegd. Hetzelfde wat ik u daar net heb gezegd. Van Anastem deze drie vierie van dat water. Hoor, toen zei die man, meneer Pries in de stand. Ik zeg ja. En met dat plek in maat die dit, maar wat er uit was niet zomaar. Ik kreeg niet ching, omdat ik stier voor mijn ching. En mijn kind van Lesja verdient dit niet. En ik ben bezig met een rechtvaardige strijd. En rechtvaardigheid zal overwinnen. Ja. Maar betekent het dan dat je nu zegt van... Oké, jij noemt hem de hoofddader... Ja, want hij is de hoofdbewoner van die woning. Ja, maar de politie is nog bezig, dus daarom leg ik de nadruk op dat jij hem de hoofddader noemt. Ja. Ik ga ervan uit dat je dan niet zegt van oké, hij is er niet meer, dus voor mij heeft het geen zin meer. Oh, nee, helemaal niet, want er waren ook andere mensen in beeld, die rastaman waarover mijn kind het heeft gehad, die meneer moet nog daar wonen, dus de politie gaat verder met het onderzoek. Oh. Oké, maar misschien gaat, een belangrijke getuige is er dan niet meer, hè? Ja, maar de politie kan altijd, er waren meerdere mannen in dat huis. Dus de politie kan altijd nog nagaan wat er is gebeurd. Dus toen je dat verhaal hier vertelde aan ons 2 dagen terug, was die meneer dan al dood? Jawel, klaarblijkelijk. Oké, en de politie heeft deze info ook? Ja, de politie beschikt over de informatie. Oké, nou goed. Het stemt me ook goed om te horen dat je dus zegt van nee, dat betekent geen case close voor mij. We moeten gewoon ongestoord doorgaan. Zeker weten, want we moeten weten wat er is gebeurd. Er waren meerdere mensen in beeld, dus de politie gaat na, die wat heeft gedaan. Maar die andere...
Ze gaan het beren voor die ene die al dood is. Ja, de politie heeft een tactiek om te achter de telefoon. Oké, okay, Naomi, ik zal je niet langer vermoeien. Bedankt voor deze aanvulling. Dank u wel, meneer Limburg. Oké, okay, dank u wel. Fijne middag, hoor. Dank u. Ja, dus dat moest ik... die app heeft ze van me gestuurd. En... hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat? Je kan niet zeggen, hippie poera, ah, ik ben blij, want het gaat om mensenleven. Maar je maakt dat sommige dingen moet je niet, je moet niet reageren. Je moet... Je maakt dat libisani.